Maar zitten vanavond niet bij de groep. Dat dus nog net niet. Go Ahead Eagles tegen Cambuur met Wilco van Schaik. Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Hans Nieuwdorp, de oud-voorzitter van Go Ahead Eagles, begon de wedstrijd met Go Ahead Eagles spelend met rouwbanden. Kans voor Dijk in de beginfase van de eerste helft. De eerste helft waarin de Eagles iets beter waren, maar dat leidde niet echt tot veel uitgespeelde aanvallen. De eerste helft was niet van een dermate hoog niveau. Hier het snelle opletten van De Weert. Dijk geeft voor en daar is Hans van Arem en hij maakt zijn 9e doelpunt van dit seizoen. Uitstekend van De Weert, snel die bal ingegooid. Het slapen van de verdediging van Cambuur. Dijk en Van Arem met de kopstoot. 1-0 dus na 22 minuten spelen. Kees Pauwen verslagen de keeper van Cambuur-Leeuwarden. Cambuur-Leeuwarden kon weinig doen in de eerste helft. Van Belen, spelend achter de Vrijtas. En Van Utrecht heeft een goede voorzet, brengt hem bij de Vrijtas. Kan niet aan de bal komen, Van Belen wel. Maar die schiet naast. De enige twee echte momenten van de eerste helft heeft u nu gezien. Lage Venterink in de tweede helft. Met de beweging bij De Weert, die dat de hele avond al goed deed. En dan de bal op Hielderim. Jeugdspeler uit eigen kweek en daar is Dijk. Met de mogelijkheid op de 2-1 voor de Eagles. Maar de tweede helft was voor Cambuur-Leeuwarden. De eerste 20 minuten na rust. Hier Goudmijn alleen op Van de Kwaak af. Wacht dan te lang. Treuzelt. En de kans voorbij voor Cambuur. Cambuur dat sneller ging spelen. Het liet de bal goed rondgaan. En het elftal van trainer Gert Kruijs kreeg meer grip op de wedstrijd. Vrije trap. Gesthuizen. Goudmijn loopt in de breedte weg. Kooijman stapt verkeerd. En dan is het wel 1-1. 65 minuten gespeeld en Cambuur-Leeuwarden komt terug in de wedstrijd. Gesthuizen, goede weglopen van Goudmijn in de breedte en het binnentikken van de Kwaak verslagen. Kenneth Goudmijn dus met de belangrijke treffer voor Cambuur. Cambuur kon het daarna niet vasthouden, want Go Ahead Eagles nam het heft weer in handen. Moulak ingevallen, Dijk die heeft een hele goede voorzet. Verrier en de kans voor Moulak en de redding met de vuist van Kees Pauwen. Wiens broer Patrick Pauwen op de tribune aandachtig toeschouwer was. Jan van Sta met de massage voor de nek. Het spel gaat verder en ook Go Ahead Eagles weer. Weer Dijk die heel goed op dreef was in de tweede helft. Bal bij de tweede paal. Teruggelegd, schitterende uitgespeelde aanval van de Go Ahead Eagles. En de waardering voor de goede wedstrijd van Jochem De Weert. Want na 76 minuten spelen schiet hij de 2-1 binnen. Een aanval uit het boekje. Dijk, de bal naar de tweede paal. Terugleggen van Schuurman. En daar Jochem De Weert met de volley. Pauwen verslagen. Het goede elftal van Go Ahead Eagles. De mix tussen jeugd en routine van Jan van Sta komt op 2-1. Toen was de wedstrijd in de knip, dat kon je voelen. Dijk had al 2 assists gegeven. Met de voorzet, teruggekopte bal van De Weert en daar is Moulak voor de 3-1. Bijna een kopie van de 2-1. Maar wat een leuk elftal heeft Go Ahead Eagles met Dijk, met De Weert, met Schuurman. Hielderim als jongelingen en ook deze Moulak. Maar ook de routine van Kooijman, van Holster. Goeie mix. Dan nog een keer Dijk. Die een plaag was voor de verdediging van Cambuur. De kopbal op de lat van De Weert. Maar het zou blijven bij 3-1. Een terechte overwinning voor Go Ahead Eagles. Dat in de top van de Total Divisie mee blijft doen.